€4,90 en 5. Piet, hoeveel was dat ene? 53. Oké, is €5. Ik vind het een goede zaak dat die verplaatst wordt in verband met de veranderingen hier op het plein. Ik vind alleen de nieuwe locatie vind ik erg ongelukkig. Ik zou het beter vinden als men dus de oren niet had laten hangen naar wat middenstanders en verplaatst had naar de Koornmarkt. Dat vind ik bij uitstek een goede gelegenheid en daar kunnen denk ik ook de marktkooplieden dus voldoende de nering verdienen. Wij blijven staan inderdaad, dat is wel prettig op zich. Maar goed, voor een ander is het toch wel vervelend dat ze de andere kant op gaan. Jullie kijken een beetje tegen een leeg plein aan dan, hè? Ja, in principe wel inderdaad. Ja, wij blijven hier wel als groente en fruit op deze kant, maar de andere kant wordt helemaal leeg inderdaad. Ja. Die wordt verplaatst, hè? Voor 3 jaar. Ja. Mensen zijn er niet zo gelukkig mee. Nee, maar dat komt allemaal. Ja, komt allemaal. Ja. Die locatie is niet verkeerd. Wat zeg je? Die locatie is niet verkeerd. Niet verkeerd, nee. Maar na die 3 jaar, waar gaat de markt dan heen? Hier weer heen. Hier weer heen? Ja, toch wel. McDonald's is er daarna. Ja. Ze laten de onderproef laten ze het los. En nou is het zo, ik heb nog een kuip gevraagd. Ja, dat is misschien dat nou ermee, hè? 8 jaar geleden. En toen zei ze, ja, we zijn die mensen op. Om de keuring te doen. Het zal inderdaad een worst wezen, maar goed, we hebben geen keuze. Nee? We zullen moeten. Binnenstad maakt zelf een grote flater, denk ik. Oh ja? Als we daar in die straat hadden gestaan, hadden we met elkaar een mooi complex kunnen maken daarvoor. En welke straat? De Grote Straat of de Koornmarkt? De Grote Straat en de plein daartussendoor. Als we daar met elkaar een nette oplossing hadden gehad, waren de mensen naar het terras gegaan, straks gaan ze naar het terras of ze gaan de markt op. En als de markt verplaatst is in een andere plek, kunnen ze niet bij hun op het terras zitten. Ze kunnen wel denken van ik. Het kan maar naar links of het kan naar rechts. En wij proberen ons markt straks gezamenlijk goed op te zetten, zodat wij misschien wel een hele goede markt weer terugkrijgen.